De stichting Op Toutenburg heeft grootste plannen met het park Vijversburg in Tietjerk. Voor de herinrichting van het park heeft de stichting enkele gerenommeerde architecten aangetrokken. Piet Oudolf is een internationaal bekende tuinarchitect. Onder andere het ontwerp van de High Line in New York is van zijn hand. De Duitse kunstenaar Tobias Rehberger won in 2009 de Gouden Leeuw voor het beste kunstproject op de Biennale van Venetië. En de Japanse architect Ishigami won in Venetië de Gouden Leeuw voor het beste architectuurproject een jaar later. Deze kunstenaars en architecten en hun unieke samenwerking staan garant voor een natuur- en cultuurpark van internationale allure. Donderdagmiddag werden de plannen en de eerste schetsen met trots getoond. Grote plannen, ja, eindelijk. Een stukje was al gerealiseerd in 2005, maar nu, en dit is deze uitbreiding, is eigenlijk waar het om gaat. Uitbreiding van 15 hectare, een verdubbeling van het park en een prachtig nieuw bezoekerscentrum erbij. Restauratie, kan niet op, zou je zeggen, in deze tijd. De weilanden in de Leeuwarden richting, die komen erbij? Die komen erbij, ja. Langs de kant van de snelweg. Snelweg, in ieder geval de grote weg naar Leeuwarden. En dat zijn drie weilanden, waarvan er één zelfs in de gemeente Leeuwarden ligt. Totaal 15 hectare. Waarom? Het park ontvangt vaak vele bezoekers. Eigenlijk te veel om in die 15 hectare aan te kunnen. En om mensen meer ruimte te geven, ook voor ontspanning, is het wel noodzakelijk om een uitbreiding te realiseren. Naast dit prachtige pand komt een heel mooi bezoekerscentrum. Ik heb hier een maquette gezien, daar krijg je helemaal, word je blij van. Wat fijn dat u er blij van wordt, want alle reacties die we tot nu toe hebben gehad waren hetzelfde. Dus er is een goede keus gemaakt. Hoe komen jullie aan zo'n ontwerp? Ja, dat is natuurlijk een heel verhaal. Heel kort gezegd, Europese aanbesteding. Europese aanbesteding wil zeggen dat iedereen mag meedoen, hè, die architect is in dit geval. Een goede selectiecommissie. Ja, en dan wat stevig praten in het bestuur en dan komen we eruit. Hoe wordt het betaald? Nou, laten we het eens heel mooi zeggen. Er is zoveel kritiek op Europa. En laten we zeggen, het grootste part komt uit Europese fondsen. En het gaat om een bedrag totaal van 6 miljoen, waarvan bijna de helft door Europa wordt betaald. Er komt een kunstenaar die een heel weiland krijgt om te gebruiken als kunstobject. Dan moet je een haast een vrolijk type zijn. Dat terrein wat hij onder handen heeft gekregen, dat heet het Ooievaarsnest. En dat staat dus al sinds mensenheugenis, en dat is lang hier hoor, in dit historisch gedeelte, staat daar een ooievaarsnest. En wat hij heeft gezegd van, waarom een ooievaarsnest? Er zijn toch veel meer vogels? En hij heeft als het ware een heel park gebouwd van allerlei nesten in allerlei kleuren. En dan deze ster. Wat houdt dat in? Deze ster, ja, het wordt de Dwaalster genoemd. Het is in het verste weiland. Hè. Als u hier kijkt, hier is de villa en dan heb je hier het ooievaarsnest. En dan kom je hier bij het vierkant, wordt het genoemd. Nou, dat wordt natuurlijk genoemd vanwege de vormgeving. Het wordt een gedeelte in het park wat eigenlijk, waar mensen graag naartoe willen gaan. Ook als er geen kunsttentoonstelling georganiseerd worden, dat het ook interessant is voor de mensen om daar naartoe te gaan. Het is een combinatie tussen een sterbos en eigenlijk een combinatie met een doolhof. Als je er goed naar kijkt, dan zie je hier dus verschillende paden. Je komt hier binnen en je loopt naar binnen, naar het centrum toe, naar een kamer. En dan kun je alle kanten op. Maar ondertussen, als je zegt, ja, ik wil eerder uit die gang, dan kun je ook hier tussendoor eruit. Vertel eens iets van de geschiedenis van dit prachtige pand en dit park. Heel kort. Een familie, Looksma IP, zij rijk, hij met veel verstand, trouwden, kregen één zoon, Age Looksma IP, bleef ongetrouwd en hij vermaakte, net als zijn moeder ook wilde, het geheel aan een stichting en aan de mensen die hier werkten. Dus een zeer liefdadig ingesteld persoon uit die tijd. En dan praat ik over 1892. Dus de stichting die daaruit ontstaan is, heeft het park gekregen, een aantal boerderijen. En daaruit wordt dus het onderhoud betaald, heel simpel gezegd.